Allemaal en tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op het kanaal van de Gele Insiders. Vandaag is het een bonus video, want ik heb vandaag een gesprekje met mijn klasgenoot Daan Jumelet. Wapa. Hallo allemaal. Nou, om jullie een beetje uit te leggen wat we in deze video gaan doen. Daan die heeft gekozen natuurlijk, net als ik, voor de opleiding Podium Evenemententechniek. En jullie horen altijd wel mijn mening over waarom ik heb gekozen voor deze opleiding. Maar nu ga je het eens een keer van iemand anders horen eigenlijk. Daan, vertel eens, wat is de grootste reden waarom jij voor de opleiding Podium Evenemententechniek hebt gekozen? Ja, ik kwam hier eigenlijk met het idee om niet per se DJ te worden, maar daar begon ik wel mee. Ik begon met produceren en ik was een beetje aan de DJ'en en ik dacht, hè, er is wat meer. Dus ik was wat rond gaan zoeken en toen kwam ik op deze opleiding. En het is totaal niet wat ik in eerste instantie had verwacht. Dus het DJ'en, maar... Ik heb het hier altijd zeker naar mijn zin gehad. Kijk, mooi, mooi. Ja, nee, zeker. En dat is ook wel meestal het beeld wat mensen bij over opleiding hebben. Is dat ze kunnen leren produceren en DJ'en. Maar ja, eigenlijk zijn we een podium evenementtechniek opleiding. Dus het is echt dat, zeg maar, dat idee van je bouwt een evenement op en je breekt het evenement af in het draait show. Maar wat is dan toch de voornamelijkste keuze geweest dat jij voor deze opleiding hebt gekozen? Was dat echt omdat je een opleiding moest doen of... Nee, ik dacht er is wat meer in te zoeken dan alleen maar het oppervlakte van de DJ'en en het produceren. Ik moet er natuurlijk wel over zeggen dat het me wel heeft geholpen. Vooral bij de geluidslessen heb ik dingen geleerd die ik weer toe kon passen bij het produceren. En andersom ook, dat ik opdrachten kreeg op school waar ik al veel over wist. Dus het vult elkaar wel aan, maar het is vooral wat je op deze opleiding doet. En wat voor mij dus helemaal nieuw was, is kabeltjes rollen en opbouwen van trussconstructies. En gelukkig vond ik dat allemaal echt geweldig om te doen. En ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. Maar je moet natuurlijk wel goed in je achterhoofd houden dat het is geen school om te DJ'en en te produceren. Maar ja, dat zul je ook wel van de leraren hebben gehoord. Ja, zeker weten. Dat was ook de reden waarom natuurlijk wij als school die moodboardopdracht hebben, zeg maar, aan het begin. Je hebt op het begin van de school natuurlijk zo'n opdracht, zeg maar, van welke beeld heb je bij de opleiding en een gesprek. En hoe heb jij dat ervaren, zeg maar? Bij mij ging het best wel vlekkeloos, maar ja, ik zat al een beetje in het wereldje en jij totaal niet. Hoe zat dat bij jou? Daar kwamen we pas later in de les ook nog op terug. De leraar zei, goh, als je met een moodboard aankomt, waar alleen maar DJ's in staan, dan hebben we natuurlijk, we gaan met je in gesprek, maar... Dan kruisen we je wel gelijk aan van we weten niet of dit het handigste is. Mm-hmm. En ik moet daarbij heel eerlijk toegeven, mijn moodboard zag er wel redelijk zo uit. Maar ik dacht ook van ja, hè, ik wil er niet in de val lopen. Want je krijgt natuurlijk op introductie ook al te horen, jongens, DJ's en alles. Dat, natuurlijk, we hebben opdrachtjes waarbij je mag draaien, maar we zijn geen DJ-school. Nee, dus ik had er ook wat afbeeldingen in geplakt van inderdaad het programmeren. Want daar lag mijn interesse. Maar ook het bouwen. Ik dacht, ja, we zijn een douchschool. Het komt hier allemaal bij elkaar. Dan moet je ook van alle huizen een beetje wat kunnen. Ja, maar hoe was jij dan jouw eerste ervaring? Want je had natuurlijk geen ervaring. Dat gesprek ging hartstikke goed waarschijnlijk. Dat moodboard was ook wel gelukt. Jij komt de eerste les hier op school. Wat dacht je? Ja, nog voor de eerste les. We kwamen, ik weet niet of jij dat je ook nog kan herinneren, maar we werden in een zaal gegooid. Wat toen, dat zijn de studio's. Mm-hmm. En alle drie de studio's helemaal leeg. En we stonden daar licht ineens uit. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. En in één keer begon er een lichtshow en muziek. En het was allemaal fantastisch. Mm-hmm. Dus we werden gelijk heel enthousiast gemaakt voor de opleiding. En de lessen daarna. Na de theaterlessen, want we kregen, ze proberen je natuurlijk goed binnen te halen door allemaal leuke dingen, activiteiten te doen. En dat vind ik ook heel goed. Dat heeft ook heel veel geholpen met de teambuilding. En daarna werden we toch wel geconfronteerd met de kabeltjes rollen. Ja, dat is zeker waar. Ik vond dat eerste indruk ook echt super vet. En dat heb ik toen ook gezegd in de Instagram live video van Thursday Talks van Graafs Lyceum Rotterdam. Dat was echt, zeg maar, we kwamen naar binnen en ik weet nog wel dat je krijgt een beetje een klik gelijk met een paar klasgenoten. En iedereen vond echt dat punt van dat het licht uitging in de zaal en dat je
zeg maar, de eerste keer dat sommige mensen in aanraking kwamen met de techniek, was echt van... Wow, zo van echt, die ogen werden allemaal groot. Ik stond er met kippenvel. Zeg maar, een klein kindje in de speelgoedwinkel, zo'n soort effect was het. Precies. Nee, ja, in ieder geval, dat is ook superleuk natuurlijk aan onze school. Wij hebben echt wel spullen waarvan je denkt, zo, hoe kunnen ze dat krijgen en hoe komen ze daaraan? En dat is wel een van de dingen waarom ik voor het Graafs Lyceum heb gekozen. Maar waarom heb jij nou precies voor het Graafs Lyceum gekozen? Moet ik heel eerlijk zeggen, het is qua reistijd natuurlijk gewoon geweldig. En de school heeft een hele goede naam. Dat hebben ze natuurlijk niet voor niks, want de school is ook gewoon echt geweldig. Dat had ik bij mijn eerste indruk toen ik naar de voorlichtingsdag kwam. Ik liep daar binnen en ik dacht zo, dit is wat. En inderdaad, het magazijn was ook heel uitgebreid, maar ik had nog totaal geen kennis qua apparatuur. Dus ik zag gewoon lampjes en een tafel en dat hoort er allemaal bij. Maar toen heb ik later eens even uitgezocht. Hoeveel dat allemaal wel niet kost en alles. En ik stond er echt versteld van hoe ongelooflijk breed onze school is qua apparatuur. Ja, en daar ben ik ook blij mee met het Graafs Lyceum. En dat was ook een van mijn keuzes waarom ik ervoor heb gekozen, zeg maar. Is, wij hebben lichttafels, zeg maar. Daar hebben wij er 16 van. Dus wij kunnen iedere student, zeg maar, apart achter een tafel zetten. En daarom vind ik het Graafs Lyceum ook echt wel een verschilletje met de andere scholen. En daar kan jij zeker ook nog zo wel wat over vertellen, over de begeleiding. Kijk, ik was best wel snel in het leren. Op een gegeven moment weet ik wel dat ik zat met jou in de klas. En wij hadden ook samen praktijkles. Dat was leuk. In de eerste. Maar studenten helpen elkaar echt. Dus vertel jij er wat eens over. Op het begin, jij kwam binnen bij die eerste praktijkles, zeg maar. Je werd gelijk van in het kabeltjesrollen gegooid, zeg maar. Vertel er eens wat van. Ja, je zag echt een verschil tussen de leerlingen die geen ervaring hadden. En leerlingen zoals jij, die al een poosje in het vak zitten en die weten wat ze doen. Dus ik heb ook heel veel van de medeleerlingen geleerd. Want die vliegen het magazijn in en die doen wat ze gewend zijn. Want bij ons op school lijkt het ook redelijk gewoon op een werkplaats. Mm-hmm. Dus die gingen allemaal te werk en ik liep er een beetje achterna. En ik deed met alle enthousiasme mee. Maar ik kwam er ook al snel achter dat ik... zo nu en dan wat hulp nodig had van de leraren en dat kreeg je ook direct. Je hoefde er maar naar te vragen en alles werd goed uitgelegd en dat had ik in eerste instantie niet echt van de leraren verwacht. Ik dacht, dit is een doeschool en je zoekt het maar uit, maar je krijgt heel veel begeleiding van de leraren en daar was ik echt heel blij mee. Ja, dat is goed om te horen, want dat is zeker weten ook wel een puntje wat ik vaak hoor bij mensen die graag het lichtgevaarlijksvak in willen. Het is inderdaad echt wel een doevak. En daar ben jij zeker ook wel achter gekomen. Maar op een gegeven moment, je hebt de eerste praktijkles dan gehad, zeg maar. En je leert een beetje de basisdingen. Op een gegeven moment dan ben je wat verder. Heb je ook punten waar je tegenaan bent gelopen? Van, hey, luister, dat werd wel lastig voor mij. Omdat ja, je wist er helemaal niks van. Ja, het geluid was minder makkelijk dan gedacht. Ik dacht, een lijntje hierheen, een lijntje daarheen en het is aangesloten. Maar daar zit nog best wel een techniek achter wat ik wel echt moest leren. Maar daar heb ik ook met alle tijd gewoon, heb ik dat rustig op mijn eigen tempo kunnen leren. En dat was echt geweldig. Ja, mooi, mooi. Nee, dat was goed om te horen. En op een gegeven moment, je hebt natuurlijk dat traject gelopen, eerste jaar, je leert eigenlijk alle basisvaardigheden, zeg maar. Ging dat voor jou snel? Leerde jij snel of had je daar moeite mee op een gegeven moment? Nee, op zich, op heel veel vakken, op heel veel vlakken kreeg ik het aardig snel door. En dat ging hartstikke goed. En daarmee ook bij de leraren, voor degenen die het snappen, die krijgen ook wat extra opdrachtjes. Of je mag daar je creativiteit laten zien van, goh, zullen we niet dit of zullen we niet dat doen? En dat werkt echt geweldig, want je krijgt hele mooie projecten te zien. En het blijft ook voor iedereen leuk. Het is heel variërend. Mm-hmm. Top, top. Nee, dat is goed om te horen. Kijk, en wat ik ook merkte aan jou, kijk, dat is het leuke. Wij zijn natuurlijk sinds dag 1 van onze school, zeg maar, aan elkaar gekoppeld. Ja, we hebben niet elkaar gelijk gezien, maar toen we met elkaar in de klas kwamen, pas eigenlijk van de tweede, pas leerden we elkaar beter kennen. Maar wat het leuke altijd is geweest, is wat ik merkte, is dat jij wel vrij snel groeide in het geluidsvak en het lichtvak, zeg maar.
Kijk, op een gegeven moment is er altijd een puntje dat je ergens tegenaan loopt. Maar ja, dan springt de docent erbij of een leerling met ervaring die gaat je helpen. Merkt u dat ook, dat je hulp kreeg van zeg maar ervaardere leerlingen, zeg maar tussen haakjes, mensen die al kennis hadden? Ja, zeker. Nee, ik hoefde maar wat te vragen. En dat is ook, iedereen is heel enthousiast binnen het vak. Dus ik vroeg iemand wat en er komt gelijk een groepje naar je toe van goh, dit en dat en zo moet het. En dat is echt geweldig. En dan krijg je het natuurlijk ook gelijk mee. En dan word je ook meer opgenomen in de groep. Want wat ik al merkte in alle klassen die ik tot nu toe heb gezien, iedereen is mega enthousiast en mega gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen en om te helpen. En dat is echt geweldig. Het is op deze opleiding niet ieder voor zich. Maar daar moet je zelf ook natuurlijk wel wat voor doen. Je moet zelf ook erop afstappen van, goh, ik wil wat leren. Want je kan natuurlijk maar zitten en naar de leraar luisteren en ja, en je probeert en als het niet lukt, dan lukt het niet. Mm-hmm. Maar je moet zelf wel echt stappen zetten om onder te komen. Ja, nee, dat is zeker weten waar. Het is echt wel een doelopleiding, zoals je al eerder zei. Het is echt een opleiding van, je moet wel een, zeg maar, aanpakken. En dat leer je echt wel. Ik weet niet of jij dat hebt gemerkt, dat je leert aanpakken op onze opleiding. Ik ja, wel. Zeker. En ja, nee, waarin heb je dat gemerkt? Ik was altijd heel, voordat ik op deze school was, was ik altijd heel teruggetrokken en een beetje op de achtergrond. En dat heb ik nou totaal los kunnen laten. Het is natuurlijk ook wel heel fijn op de school dat bij ons iedereen welkom is en niks is gek. Ja. Gek of apart of iets. Iedereen is hier zichzelf en dat vind ik echt fantastisch dat dat hier kan. Ja. En daardoor ben ik ook wat meer uit mijn schuilplaats gekomen, zeg maar. Wat meer open en daardoor heb ik ook veel beter dingen leren aanpakken, dat ik ook wat durf te zeggen en wat vooruit durf te stappen. Wat is nou echt een van jouw leukste vakken? Wat vind jij nou echt, zeg maar, het leukste vak wat je tot nu toe hebt gekregen op het grafisch systeem Rotterdam? Dat is een lastig. Ja, de lichtlessen. Ja? Ja, het was natuurlijk voor mij het plan om meer op geluidslessen te focussen. En ik vond het allebei heel leuk, dus daarom ben ik ook verder naar allround gegaan om het allebei te kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik moet toch eerlijk zeggen, licht heeft mij zoveel, natuurlijk ook nieuwe dingen geleerd, maar het is fantastisch om te zien. Natuurlijk, de shows zien er prachtig uit en daardoor wordt iedereen ook enthousiast om het vaker te doen en om nieuwe dingen te bedenken. Ze hadden me op een duur zelfs zover gekregen dat ik mijn eigen lichtplannetjes begon te maken om te laten zien van, kijk jongens, kunnen we dit niet inhangen? Mm-hmm. En dat heeft ook heel erg geholpen met dingen zoals de tafelspetje. Want dat was voor mij ook helemaal nieuw. Maar dat heb ik. Binnen no time ging dat goed. Ja, ik vond het wel jammer, want jij weet dat natuurlijk. Precies toen jij een lichtplannetje had voorbereid, zeg maar. Want dat is ook leuk. Je kan een beetje eigen input geven in sommige lessen. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Precies, had mijn moeder toen corona. Dus ja, dan blijf ik netjes in quarantaine. Allemaal heel jammer. Maar hoe merkte jij daar in de begeleiding, zeg maar? Want jij op een gegeven moment, jij bent ook heel nieuwsgierig geworden. Je maakt een lichtplannetje, je geeft hem aan de docent. Hoe ging die ermee om? Die vond het geweldig. Die vond het heel leuk om te zien. En we hebben mijn plan ook wel toegepast. Maar nog niet helemaal, want natuurlijk de leraren moeten ook wel een lesrooster volgen. Mm-hmm. Maar ik kwam met de opdracht van, jongens, jij en een klasgenootje van je mogen in twee groepen dus de leiding nemen. En dan word je gewoon echt productieleider en de leraar die kijkt toe. En die springt natuurlijk bij je als er echt iets fout gaat, maar meestal gaat het wel goed. En ik ben direct aan de slag gegaan. Ik dacht, nou, nou mag ik mijn eigen input geven en mag ik het volledig zelf bepalen. Dat ga ik dan ook zeker doen. Dus ik kwam met een heel uitgebreid plan en die leraar vond het natuurlijk echt geweldig om te zien. En alles ging ook perfect. En het is natuurlijk een beetje lullig om te zeggen, maar het was een battle. Dus het was productieleider tegen productieleider en natuurlijk met de teams daarbij. En ik heb me echt flink ingemaakt. Ja, dat weet ik wel, want jij stuurde, ik vond het zo jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar jij stuurde die plannen op en ik was echt, ik weet nog, gisteren, ik stuurde een appje echt van, heb je echt keihard gedaan? En
volgens mij was jij de week daarvoor was jij ziek en toen daarna was ik ziek. Volgens mij was het zoiets, zo'n situatie. Dus ja, dat was echt wel een van de geweldige dingen die ik nog wel denk aan de opleiding. Ja, en op een gegeven moment wat je ook zei, dat brugje wat je maakte is de eerste jaar, dan krijg je eigenlijk een beetje het basisvak en dan moet je een keuze maken. Jij hebt net zo geen genoeg kunnen krijgen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is zeker weten wel een leuk dingetje, zeg maar. Ja, zeker. Het grote verschil tussen het eerste jaar en het tweede jaar is ook, in het eerste jaar heb je heel veel theorie. En natuurlijk, je krijgt ook dingen mee van praktijk en je hebt ook echt wel veel praktijklessen. Maar in het tweede jaar kregen wij bijna alleen maar praktijk. En dat vond ik echt heel fijn. Dat houdt je toch wat gemotiveerd, want ja, daar komen we natuurlijk wel voor. Ja, zeker. We komen echt voor de toffe lichtshows bouwen en voor de dikke speakersetjes, zeg maar. Kijk, en natuurlijk, we leren echt heel veel dingen en ze helpen ons. Maar ze kijken ook, oké, jongens, jullie hebben zoveel goede dingen geleerd. Nu gaan we wat leuks doen. En wij hebben het best wel om ons nadeel gehad, de corona. Want anders hadden we heel veel leuke bandavondjes gehad en dat soort dingen. Maar noem eens echt een project waarvan jij denkt, wauw. Dat was wel in het eerste. Toen leerden wij voor het eerst om projectleider te zijn. Mm-hmm. Toen werd er iemand aangewezen en ze zei van nee, dat lijkt mij niks. Ik weet niet of het nou was, ik durf het niet, maar ze wou het niet. Dus toen was ik me daarvoor gestapt. En dat was echt een geweldig project, want het ging goed en alles ging redelijk volgens plan. En daarnaast kwamen een aantal artiesten van school. Die kwamen een liedje spelen en dat mochten we helemaal zelf mixen en de lichtshow zelf doen. En dat ging perfect. Dat was heel leuk om te doen. Amina. Dat was toen met die ene Amina, toch? Of niet die dag? Ja, volgens mij wel. Met die singer-songwriter. Ja, dat zijn echt wel de leuke dingen die je hebt op het Graafs Lyceum. En dat was toen volgens mij was dat nog voor de corona zelfs. Dat waren drie verschillende lokalen. Dat was in drie groepen. Ja. En toen had je wat grotere groepen om mee te werken. Dus dan kon je ook meer mensen aan het werk zetten. En dat was ook verspreid over alle vier de klassen. Volgens mij waren het vier klassen toen. Ja. Drie of vier klassen. En daardoor leerde je ook met mensen werken die je eigenlijk niet echt veel was tegengekomen. Mm-hmm. Maar je wordt dan niet echt in het diepe gegooid, maar je moet het wel zelf aanpakken. En dat was toch wel heel leuk, want dan krijg je wel mee hoe het is om toch echt wat zelf te doen. In plaats van dat je wordt vastgehouden van kom op, dit en dit moet gebeuren en zo moet het. Dus eigenlijk wil je zeggen dat school echt wel het werkveld nabootst, zeg maar. Ja. Ja, ik denk dat ook voor hun wel de beste manier van leren is. Want ja, we worden straks toch we komen straks het werkveld in en dan moeten we wel goed op voorbereid zijn. Nee, precies. Maar jij zit nu in de tweede, je gaat binnenkort ook stage lopen. Vertel daar eens wat over. Waar ga je stage lopen? Hoe ben je daar terechtgekomen? Vertel eens. Ja, natuurlijk stage zoeken was echt op zich echt vreselijk. Want met de corona, heel veel bedrijven die kunnen nou echt geen stagiaires ontvangen. Mm-hmm. En natuurlijk, dat neem ik ze ook niet kwalijk. Ik heb een aantal bedrijven geappt, gemaild, weet ik veel wat. En dat liep allemaal tot niks uit. En toen ben ik naar de stagecoördinator gegaan en die gaf me een visitekaartje van goh, hey, hier moet je naartoe. En geweldig, daar kon ik ook direct terecht. En ik moet nog maar gaan zien hoe dat gaat worden, maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus eigenlijk wil je zeggen dat school jou heel goed heeft begeleid in zeg maar, het zoeken naar een stage. Ja, zeker. Maar daar ook, je moet wel je eigen input geven van goh, hè, het lukt mij niet om een bedrijf te vinden. Hebben jullie misschien iets wat zou kunnen en wat een beetje in de buurt is? Precies, nee, dat snap ik heel goed. Dan gaan we eigenlijk een beetje afronden. Heb jij nou echt specifieke dingen die jij nog wilt vertellen of wilt zeggen tegen mensen die dadelijk zeg maar deze opleiding willen gaan doen? Of wil je iets meegeven aan de mensen die nu deze video kijken en denken, oh, ik wil lichte geluidstechnicus worden? Ja, het is natuurlijk om weer over dat DJ te beginnen. Het is inderdaad geen DJ-opleiding, maar
Je kan wel bepaalde elementen erin meenemen en die komen ook echt terug. En je hebt er wel zijn voordeel van en ook plezier, want we hebben een aantal projecten gehad waar een DJ-setje komt. En ja, hè, als je toevallig een USB-stick mee hebt, dan kan je daar draaien. Mm-hmm. Dus je hebt er wel wat aan, maar je leert hier niet om DJ te worden. Dat moet je wel in je achterhoofd houden. Precies. Nee? Nou, super bedankt. In ieder geval wat ik ook wil meegeven is, als je deze opleiding wilt doen, kijk zeker weten op www.glr.nl, staat hier een linkje. Wow, www.glr.nl. Daar kan je kijken, daar staat ook alle informatie op over de opleiding van Product Evenement Techniek. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren en te commenten. En comment even in de comments of je wilt dat Daan een vlog take over gaat doen. Ik moet er echt aan onderaan zeggen. Ja. Laat het weten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Au doe. Au doe. Wauw.